dit schilderij heb ik gemaakt omdat dit zo mooi tot uitdrukking brengt de barre omstandigheden waarin de Afrikanen leven kunnen leven. En hoe ze zo heel dicht bij de oorsprong van de aarde leven. Deze mensen hebben 7 maanden geen water gehad. En ze gaan allemaal op weg naar de bron. En dan kom je bij dit oude principe van terug bij de bron, waar de mensen dingen uitwisselen, met elkaar praten, de buurtnieuwtjes. De moeder neemt de kinderen mee, die gaat naar de bron toe waar iedereen is. En er is zo'n sociale opvang van elkaar. Het kleine zusje blijft achter met de andere broertjes en zusjes om erop te passen. Maar ze moeten dus een heel stuk wandelen om water te gaan halen. En ik vind het zo mooi symbolisch voor ja, hoe het in het leven kan zijn. En dat het zo hier zichtbaar is. Je moet naar een bron terug, daar zitten sociale contacten. Het is soms moeilijk, maar je gaat, hoe heet het ook is.